ik stel u een vraag. Als u op de vraag bevestigt een antwoord, dus de vraag is voor u op toepassing, dan steekt u uw hand op en de rest van de zaal applaudisseert voor u. Zo eenvoudig is het. Allemaal mogen applaudisseren. Allemaal. Dan heb ik de tweede vraag. Wie voelt zich man? In de zaal ondernemer. Dan moeten we altijd even heel erg vragen. Wie is er in de zaal cultureel ondernemer? Ja. Dat was dat ik rond de 40 jaar was. Dan heb je de leeftijd in lengte en de jeugd daaronder nog. Is er ook iets gebeurd in je 40 was in je werk? Ja, toen kocht ik een stuk onroerend goed. En daar heb ik nog geen spijt van. Centrummanagement Leiden, Cultuurfonds Leiden, Leiden Marketing en tal van stadspartners hebben tot een geweldig resultaat geleid. De drijvende kerstmarkt en tal van andere evenementen hebben het centrum van Leiden laten bruisen. 45% bezoekers naar Leiden. Je ziet dus dat als je binnenstad ondernemers en de cultuursector laat, als die samenwerken, dat het centrum van Leiden enorm impuls geeft. En je ziet ook dat dat Leidse centrum een belangrijke rol vervult als kernwinkelgebied. Voor een goede bereikbaarheid van de stad, een sterke economische basis, ruimte voor nieuwe bedrijven en bedrijven die willen doorgroeien. En een faciliterende gemeente die meedenkt met ondernemers en het bedrijfsleven als serieuze gesprekspartner ziet. Met 4 grote steden. Er is zoveel potentie en vitaliteit in de stad en in de regio aanwezig. Om ons als ondernemers kan men niet heen. We bouwen graag mee aan de regio, maar blijven ook kritisch naar gemeenten. En dan wil ik straks wat alcohol heffen in het glas, maar nu wat water. Op u allemaal. Bezoekers naar onze stad. Een mooie samenwerking tussen topsport, winkelen en
prestatie van formaat en alleen mogelijk door de samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer en winkeliers en andere binnenstadondernemers. Deze resultaten... Hoge hoeden en jaketten, het spot haring